Holy shit! Fuck! Dude, hoe kan dat? Een hele goede morgen iedereen. Welkom weer terug bij een nieuwe dag. Deze guy is lekker, helemaal gedoucht, helemaal klaar. Deze guy zei, toen hij op mijn filmset kwam, bij Project Geo, ga naar mijn film, dankjewel. Toen zei hij, toen hij een half uur te laat kwam of een uur te laat in de ochtend. Ja, sorry. Ochtenden zijn echt niet mijn ding. Dit kan ik echt niet. Productie keek me echt aan van, what the fuck? Filmproducenten, als jullie kijken, don't cast me in de ochtend, man. Maar hey, ik ga hem even opfrissen. Eventjes later. We zijn weer lekker opgefrist, lekker fresh. Hij is ook weer lekker fresh, known man. En aangezien wij weer niet hebben ontbeten en het 2:30 al is, gaan we zo dus even weer beneden wat eten. Maar daarna gaan we Gio's auto pakken en gaan we naar Abu Dhabi. Dat is dus een andere stad waar we heen gaan. En aangezien we Gio's auto hebben, komt dat perfect uit. Wat gaan we daar doen? We gaan waarschijnlijk de grootste moskee ter wereld. Nou, jullie horen het van hem, de master vlogger. Ja, man. Maar dat gaan we dus zo meteen doen. Dus dan check ik jullie zo. En we lopen nu alweer naar buiten, want vandaag gaan we weg van Dubai. Maar niet getreurd, we komen gewoon later terug, want we gaan vandaag even naar Abu Dhabi. We gaan naar de grootste moskee bezoeken en we gaan crossen met Gio's auto, want daar heeft deze flexer hem voor genomen. In dit hotel hier, hè, ze hebben 6 liften, gewoon letterlijk 6 liften. Maar weet je hoe kut deze liften inderdaad zijn? Je moet altijd wachten. Volgens mij staan deze liften hier gewoon voor de show en werken er maar 2 of zo. Kijk, daar komt onze waggy alweer. Of daar eigenlijk Gio... Hé, waar is hij? Oh, daar, Gio's waggy. Hij is zeg maar blauw, net zoals de vorige waggy. Zo! Woe! Nou, dit gaan wij dus de hele dag krijgen. Kijk even hoeveel scheid de mensen hier hebben. Ze gaan allemaal gewoon via de vluchtstrook. Nog een uur rijden, nice. Oké, geen idee wat hier gebeurt, maar iedereen moet ineens helemaal terug de snelweg op. Nou mensen, komt dit er ook nog eens bij kijken. De weg is afgesloten. Woehoe! We're going off-road, boys. We're going off-road. Oh, het is gewoon overspoeld daar of zo. Huh? Huh? Holy shit. Jongens, maar volgens mij is daar echt in de verte de weg overspoeld of zo. Het regende natuurlijk gisteren, mensen. Dus ja, de snelweg is gewoon overspoeld. Nice. Oké, mensen, we zijn dus aangekomen bij de grootste moskee ter wereld. Dit is reusachtig. Ja, jouw hoofd, ja. Ja, man. Het is echt niet normaal hoe groot dit ding is. En de dames moesten dus een speciale jurk aan. En ik had dus een broek met gaten aan, dus ik moest ook een speciale broek aan. De binnenplaats is ook zo niet normaal groot. Wow. We are back in the car. En dit keer moest ik achterin, want volgens bepaalde mensen lag ik alleen maar te slapen. Je lag ook alleen maar te slapen. Dat is correct, ja. Hey bro, wat vind je ervan dat we er bijna zijn? Nice man, ik ook. Ja, het is wel echt leuk, hè? Maar we zijn uitgekeken bij onze prachtige moskee en nu gaan we even een plekje vinden om te eten. Oh yes, daar zijn we dan eindelijk. Woehoe. Kijk mensen, hier is gerecht 1 en daar zijn gerecht 2 en 3, wat ik chop veel. We zijn terug in ons hotel mensen van het dagje Abu Dhabi en kijk eens aan, we zijn allemaal klaar, want we gaan gymmen. Pull up gym squad. Gym squad. Yeah. De gym, hashtag instabody. Hey, dit is wel een flexe gym, dames en heren. Hey, waar ga jou kast maken? Bro, ik ben al kast. Check dit. We gaan jou nog meer kast maken. Hier is jullie een kast in ontwikkeling. Jongens, Big Boy Hanwei gaat even laten zien wat hij kan. Je bedoelt Big Booty Hanwei. Big Booty Hanwei. 20 per kant. Of 40 per kant zelfs. Oh. Ja bro. Woe. Ja toch. Eventjes later. De klame sporten, we zijn back. We gaan een potje jackknife doen. Je weet het ijsbad buiten. Dat hele koude bad, ja. Ja. Degene die het potje verliest, die springt erin. Die of niet? 1 potje. Ja. 1 potje. Let's go, bro. Ja. Let's go. Maar je beseft wel, je daagt de Aziat uit, hè. Jenga clean zelfs Aziatisch. Oh, je gaat hem onderpakken. Oké. Dan wordt hij gelijk instabiel, toch? Oeh. Hij beweegt, gaat bewogen. Oh. Oh my god. Oh, yo. Oh, ja. Ja. Oké. Oeh! Oh! Oké, netjes. Oeh. Hij trilt. Stop! Met bewegen! Ja, jongen. Hé, maar jij maakt de hele tijd aan het glijden. We zijn hier echt te goed in of zo. Gast.
Oké, okay, we moeten nog op. Oké. Oeh, shit man. Oh mijn god. Gast. Hij is echt biggie, hè? Dit was de toren dus eerst, hij is nu zo. Oh, nee! Jullie weten waar het thuis voor is. Wow, hey. Bro, dit is echt super koud. Wow. 3, 2, 1. Hey, mijn camera is nat. Je hebt mijn camera nat gemaakt. Ta-da-da-da-da. Hey, maar nu ben ik ook nat. Oké, mensen, Gio is dus net ergens achtergekomen. Het staat ook overal in het nieuws. Het regende dus in Dubai en de weg was afgesneden, zoals jullie zagen. Snelweg ondergespoeld. Blijkbaar komt het dus door regen wat de regering zelf heeft gemaakt. Cloud seeding of zo, I don't know. Maar door de regering zijn hier nu dus problemen met overstromingen. En hebben wij regen. Hier even een paar beelden van hoe de toestand nu in Dubai dus is. Dat was het eigenlijk alweer voor vandaag. En dan check ik jullie morgen weer. Ciao. De volgende dag. Hele goeiemorgen iedereen. Morning. Hoi, Bertie. Good morning, schatje. Schatje patatje. Wij zijn hier weer even lekker wakker gemaakt. Zoals jullie zien. Nice. Maar goed, mensen. We zien er weer niet uit. Dus ik ga me even opfrissen. 3, 2, 1. All fresh up. Dames en heren, vandaag gaan we dus de woestijn in. We gaan crossen in een jeep. Dit is onze ride voor de dag. Die brengt ons naar de woestijn. Eventjes later. Hey Gio. Domme scarf. Doe jij ook? Wat echt? Ja, no, je krijgt het van mij. Ja? Kijk, ik weet niet wat deze guy ons heeft aangespeerd, maar... Ik koop het gewoon. Ik zie er weer als een idioot uit. Ja, jij ziet er echt als een idioot. Kijk mensen, hier is het ook weer overstroomd. Heel Dubai ligt onder water. Deze put is letterlijk overstroomd inderdaad. Of is het überhaupt een put? Ja, sowieso. Are you sure? Oh, daar is ook een put, ja. Put, I'm gonna save you. Wow, check dit. Ja, hij gaat niet zo. Wow, check deze vakje even. I'm a bad driver in the desert. Can he drive? I'm a bad driver in the desert. Wow, joh. Hey, we zitten gek te driften in deze auto. Hij gaat nu ook een gekke flip maken ofzo. Nou mensen, ik ben jullie tourguide Hanmee. En aan jullie rechterkant zien jullie zand. Aan jullie linkerkant zien jullie ook zand. Hier is helemaal zand. En achter ons zien we Gio. Hey. Kijk, samen mensen, we zijn aangekomen bij de eerste stop hier. Midden in de woestijn mensen. Hoe voelen jullie je? Ik ben echt fucking misselijk. Nice, nice. Yeah. Klimmen naar de top. Hey, dit is moeilijker dan je denkt. Oh mijn god, nog meer zand. Oh kijk mensen, Gio hier gaat zandborden. Oké, okay, mensen, we gaan dit ook doen. Ik ga ook proberen te staan. Kijken of het een beetje lijkt op snowboarden. Nou mensen, dat was eigenlijk makkelijker dan gedacht. Ging wel smooth. We moeten nu dus ook weer door een tunnel waar allemaal water in zit. Dat is toch echt insane hier. Het lijkt letterlijk alsof je gewoon door een rivier gaat. Wat een prachtig uitzicht. Dan heb ik het over jou. Thanks, babe. Oh, baby kamelen. Wow, kijk, deze lijkt op Gio. Hij lijkt op jou, Gio. Jij hebt grappig. Lekker, hè? Lekker, hè? Ciao. We zitten nu dus in een of ander Arabisch kamp thee te drinken. Oh, sorry meneer. Oh, wow, ben jij het? Hey, ik koop jou en je familie, hè? Als je nog één keer zo stoer doet tegen mij. Oké. Oké, dames en heren, wij zijn weer terug in ons hotel en hier hebben we dus wifi. Wat blijkt dus? Jullie weten wel die Instagram filters toch, dat je zo random iets krijgt boven je hoofd. Nou is er dus ook eentje waar ik bij zit. De filter, wie wordt mijn man en wie kreeg mij natuurlijk? Onze eigen Gio. Gast! Wat? What the fuck? Wat? Holy shit! What the fuck? Dude, hoe kan dat? Ik film. En waarom lach je? Dit is niet grappig, hij is bijna dood gegaan. Ik ging bijna dood! Maar dit is echt gevaarlijk. What? Maar goed, dames en heren. Ik ben ook weer lekker helemaal gedoucht, opgefrist. We hebben lekker gegeten. Ja, bro. Deze bro zit even nog lekker te editen hier. Ik ben aan het editen, bro. Dedication, man. Ja. Oh.
Ja, Gio heeft nu hoofdpijn. Maar goed, ik niet. Ik ben lekker moe. Ik ga lekker slapen. En ja, dat was het eigenlijk wel weer over deze vlog. Like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. 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 Joep.